Goedendag. Ik ben Sunite van Heers, managing director van Suriel. Suriel is een adviesbureau rond de duurzaamheid. Aan architecten, aan ontwikkelaars, aannemers, steden helpen wij om gebouwen, wijken, steden op een meer duurzame manier te gaan ontwikkelen op niveau van energie, water, landschap, circulaire economie en ook op niveau van gezondheid. Onze impact zou ik vooral zeggen is ook op het team. We zijn gewoon van heel hecht samen te werken. En dat is nu in deze situatie iets moeilijker, ook omdat wij zitten met redelijk veel jonge ouders. En we hebben ook enkele mensen waarvoor hun de hele situatie toch wel wat weegt op hun, op hun moreel en op, en op de motivatie die zij kunnen in hun werk brengen. Um, ook voor twee, zou ik ook zeggen, op basis van onze klanten. We hebben sommige klanten, ook voor hun is deze hele situatie wat ongekend en zitten er bepaalde risico's. Dus we hebben klanten die hun die huidige opdrachten onhold hebben gezet. En het is ook heel moeilijk om nieuwe contracten te krijgen. Wij doen redelijk veel um, evenementen rond de business development om nieuwe klanten, nieuwe projecten binnen te krijgen. En dat valt eigenlijk nu ook wel weg. We beleven deze situatie niet allemaal op dezelfde manier. Uh, in ons team hebben we bepaalde jonge ouders en voor hun is het natuurlijk wel wat moeilijker om met uh, jonge kinderen die daar rondlopen nog uh, heel professioneel en heel efficiënt uh, te blijven doordoen. Andere mensen hebben iets meer schrik ook en uh, moeten meer routines inbouwen om nog altijd die motivatie te kunnen blijven behouden. Wat we wel zien is dat um, iedereen wel in hetzelfde bootje zit, maar dat niet iedereen dezelfde riemen heeft om het uh, bootje verder te gaan blijven aanduwen. En daarom houden we nog altijd wel met het team face-to-face um, -face of ja, video-to-video -video gesprekken over hoe dat met die persoon zelf gaat. Na corona denken we toch wel dat we op een andere manier gaan ontwerpen. Onze steden, onze gebouwen, gaat er toch nog meer aandacht besteed gaan worden aan alles rond gezondheid, de luchtgebieden, hoe dat de deuren open gaan, hoe dat we op meer vierkante meters kunnen gaan werken, maar ook de, de, de balans tussen thuis en op kantoor. En bijkomend denk ik dat we ook meer en meer videoconferences gaan doen dat het meer aanvaard gaat zijn dat we niet ter plaatse gaan voor een bepaalde meeting, maar dat we gaan proberen om onze verplaatsingen in het algemeen te verminderen. En onze klanten, wij blijven gewoon met volle kracht en volle dynamiek verder werken. En we willen samen met jullie vooral gaan kijken welke zaken we moeten gaan veranderen, implementeren na deze crisis in onze gebouwen en in onze wijken.